even duurzaam op de gaspedaal trappen. Nu. Hallo. Okay, oh my god, it drives really nicely. Ik sta hier bij Grondmeij en Ton de Jong. Wat doe je bij Grondmeij? Ik ben verantwoordelijk voor de praktijk in Nederland. Oké, dus ook gewoon voor echt het sustainability gebeuren. Precies, en voor het hele wagenpark en alle duurzaamheid die we daar uitermate belangrijk in vinden. Maar als je achter kijkt, de ruimte die je hebt, zeg maar. Dus, ja. En je kunt dus ook nog kinderzietjes kunnen hier nog gewoon in. Ja. En nou ja, wat je natuurlijk leuk vindt is, dus je hebt ruimte zat. En dan de techniek, zeg maar, die zit hier voorin. Dus ja. Oh, geweldig. Oh, dat is een mooie grap. Oh, schitterend, schitterend. Ja. Het heet niet een trunk, maar een frunk. Het is weer terug naar de oude tijd, hè, waar we vroeger de bagage voor in de auto stopten. Is dat, ja, bij de Volkswagen. Hè, dat is toch heel schitterend daar. Hè? Wat heeft Grondmeij met sustainability? Nou, sustainability is in de kern van onze strategie. Wij adviseren heel veel van onze klanten over duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling van gebieden, duurzame ontwikkelingen van hun gebouwen. En daarmee is ook onderdeel van ons leasebeleid dat wij stimuleren dat mensen duurzame auto's gebruiken. Even duurzaam op de gaspedaal trappen, nu. Hallo. Hallo man, dat is geweldig, zeg hé. Oh, dat is geweldig. Er zit ontzettende power in deze auto, zeg. Wat hebben jullie voor een leasebeleid? Zit er al elektrische auto's in? Ja, er zitten zeker ook elektrische auto's in. Dus we hebben voorschriften over mensen die niet elektrisch rijden met maximale CO2-uitstoot. Maar liever hebben we natuurlijk dat onze mensen ook elektrische auto's rijden of hybride auto's rijden. Om op die manier ook onze bijdrage te leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. En als ze ook, en het is ook nog gewoon financieel interessant als ze gewoon 0% bijtelling hebben. Precies, precies, ja. Het is wel bijzonder dat hier zit een iPad in, lijkt het. Maar hoe verhoudt ze dat tot de veiligheid dat ik niet op een iPad ga kijken terwijl ik netjes aan het rijden ben? Nou ja, je kunt in ieder geval goed zien hoe je moet navigeren. En je kunt ook inderdaad gewoon even als je achter je wil kijken, kun je dat soort dingen. Kijk, achteruit rijcamera. Ja, maar mag dat tijdens het rijden? Want nou ja, ik kan het net... Wel, dat schitterend hoor. Kijk, je zoon zou het zo kunnen, ouderen moeten er even aan binnen. Ja, dat is goed te weten voor hem. De volgende stap, de grand finale is zeg maar gewoon dat je een auto gewoon bij je roept en dat hij erheen rijdt. Dus wat dat betreft, Google is daarmee bezig en de verwachting is dat mensen veel meer afgeleid zijn en veel slechter rijden dan computers. Ik bedoel, een Boeing 747 is al 90% van de tijd bezig om zelf te rijden. Ja. Dus met auto's gaat dat ook gebeuren? Gaat ook gebeuren. Nou, misschien is dat wel een hele goede ontwikkeling voor heel veel mensen. Ja. Wordt het een elektrische auto de volgende? Nou, deze komt hoog op de lijst aan natuurlijk. Maar wat kost die eigenlijk? Vanaf 70.000. En 0% beter. Dan moet ik even kijken of die nog past in ons leasebeleid. Maar dat komt ter gelegenheid uit. Zo Ton, is dit sustainable voor de Grondmeij? Nou, het is zeker qua auto is die sustainable. Ja. Past in het leasebeleid? Qua prijs zit hij wat boven ons leasebeleid. Voor directieauto's? Ook voor directieauto's. Maar desalniettemin, met de 0% bijstelling, je weet maar niet eens een keer wat er gebeurt.